Hallootjes, ik ben Bob en ik ben op zoek naar een hobby. Ja, ik werk op een kantoorbaantje en ik heb daarbij nog wel wat tijd over, dus ik dacht, ik ga op zoek naar een hobby. Ik ben hier bij het MDKL en ik ben eens benieuwd of ik hier mijn handen uit de mouw kan steken. Want ja, onder ons gezegd, er gaat bij mij nogal eens wat mis. Trompet spelen, dat wil niet zo goed lukken. Klinkt vaak een beetje vals. Schaken, ja, ik verlies altijd, sta altijd mat. Dus ik ga eens even kijken of ik je binnen de handen uit de mouw kan steken. Ik kom hier helemaal binnenvallen. Vertel, waar ben ik? U bent in de woonkamer van het MDKL. Want als de mensen op uitzending gaan, missen ze toch wel de thuis. En dit is de woonkamer. We maken hier voor de mensen mogelijk dat ze de thuis ook weer hier hebben. Je kunt hier koffie drinken, wat fris drinken, gezellig babbelen. Dus het is eigenlijk een gezellig samen zijn van allerlei verschillende mensen? Ja. Vooral van de veteranen en ook de vrijwilligers die hier werken, komen hier allemaal lekker koffie drinken of wat fris. Dus ik zie eigenlijk mensen voor me met allerlei verschillende achtergronden. Ja, de ene is naar de uitzending geweest in Amerika en de andere naar Afghanistan. En die komen hier gewoon lekker bij elkaar om hun verhaal te doen. Of gewoon lekker te babbelen of een gezellig kletsje te maken. Maakt niks uit, hier zijn ze lekker bij elkaar. En wat is jouw rol hier binnen deze huiskamer? Ik ontvang hier de mensen die hier komen. Ik bied ze koffie aan, een babbeltje met ze maken. We doen spelletjes, dat doen we ook wel eens. Ja, moet ik me dan voorstellen, zijn jullie meestal hier of ook nog verder in het gebouw? We zijn eigenlijk overal in het gebouw. De ene keer zitten we hier, de andere keer zitten we daarachter. Het verschilt eigenlijk van dag of vanmiddag. Het verschilt eigenlijk wel. Kan ik hier zomaar binnenkomen lopen of moet ik een afspraak maken? Nee, iedereen kan hier gewoon zelf binnenkomen lopen. Nou, ik sta hier voor een paar prachtige vitrinekasten met allerlei spullen uit het verleden. Kun je mij daar wat over vertellen? Ja, daar hebben we twee uitleggen, de korte en de lange. Meestal gaan we voor het korte, want ja, maar tijd is toch beperkt. Nou, wat we hier zien is eigenlijk een stukje vaderlandse geschiedenis. Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, waar onze jongens op uitzending zijn geweest. En die veteranen worden wel steeds minder. Maar die spullen blijven belangrijk. Waarom? Niet vanwege de spullen op zich, want het zijn maar spulletjes. En uiteindelijk is het toch oorlogstuig wat dan toch een bittere bijsmaak heeft. Maar een stukje bewustwording ook bij jeugd, scholen, et cetera, van oorlog. Hè, oorlogsfilm is spannend, maar uiteindelijk is het toch allemaal gewoon geen leuk spul. Want je kunt ook nare ervaringen op doen. En van laten we ons vooral lering trekken uit het verleden, dat we in de toekomst deze onzin niet meer meemaken. Deze materialen, hoe kom je eraan? Zijn die van veteranen zelf die ze meegebracht hebben? Dat komt inderdaad voor een groot deel van veteranen of familieleden die nog wat hebben liggen van opa of de oom die is geweest of de papa of in mijn geval zelf ook van mijn vader. Dus dan staat dat verhaal geschiedenis toch dichtbij bij het nu. En voor u persoonlijk, wat is de waarde van deze materialen voor u persoonlijk? Ja, waarde. Kijk, er is natuurlijk op de beurs een financiële waarde, maar die interesseert mij niet. Mij gaat het eigenlijk om het dingetje achter de bands en van de soldaat die dat eerste model bierflesje heeft gebruikt. Of een veteraan van wie we die verrekijker hebben, Duitse verrekijker in een verkeerde tas. Maar zo heeft die man het wel gebruikt na de oorlog. Zo is hij daarmee naar Nederlands-Indië gegaan. U vertelde net iets over scholen. Komen hier ook leerlingen dan echt hier naartoe? Ja, die komen dan klassegewijs hierheen of persoonlijke titel, dat mag ook. Want we zijn natuurlijk voor iedereen aanwezig. En om dat stukje toekomstperspectief en besef mee te geven van hoe leuk de spullen ook zijn, hè, het mes, het geweer, en het is allemaal oorlogstuig en dat is gewoon niet leuk. Gaan jullie ook naar scholen toe of speelt het zich voornamelijk hier af? Naar scholen toe, daar missen we van deel de mankracht voor. Dat willen we wel, maar ja, we zijn allemaal ook maar vrijwilligers met een baan. En we lenen dus wel vaak spullen uit aan scholen met daarbij een begeleidend verhaaltje. Dus een soort van een leskist, moet ik me daarbij voorstellen. Ja, zo mag je het, ja, precies. We zijn hier in de werkplaats. Ik zie dat jullie druk bezig zijn. Zou ik misschien ergens bij kunnen helpen? Ja, je zou graag kunnen helpen. We moeten nog even één boutje doorheen doen. Ja, dat mag jij doen. Dus hier een boutje in en dan hier een boertje erop. En net zoals André van Duin, dat liedje. Hè? Dan gaat hier een boutje in en daar een boertje en dan ben ik klaar. Dat kind kan de was doen. Dat zeggen ze wel, hè. Dus
Als je zin hebt, dan kunnen we eraan beginnen. Ja, zeker. Ik heb er enorm veel zin in. Zeg maar, waar moet ik beginnen? Ik pak een bout. Een bout. Die is voor jou. Dit is hem? Ja, dat is hem. Zal ik even je microfoon vastpakken? Ja, helemaal top. Nee. Zo. En die moet hier erdoor? Die moet dan hier door het gaatje. Dan moet die... Ja, nee. Maar die moet er... Hartelijk bedankt. Nou, jij hebt me al geholpen. Prachtig. Nou, ik voel me helemaal thuis hier in deze woonkamersetting. Kunnen jullie me misschien uitleggen waar we hier zijn? Allereerst welkom. Ja, leuk, dank u wel. Leuk dat je hier binnenwandelt. Je bent nu op de huiskamer van de stichting MDKL. En MDKL staat voor Maatschappelijke Dienstverlening, Kameraadschap en Legereenheden. En wat wij doen hier is eigenlijk mensen ondersteunen in het zelfstandig operationeel kunnen blijven in de maatschappij. En dat doen we met een aantal zaken, gekoppeld in structuren. En naast jou zit een collega van mij, Germain, is vrijwilliger hier, maar is ook vrijwilliger bij bijvoorbeeld het Veteraneninstituut. Zodat we nauw verbinding kunnen houden en de man goed kunnen helpen. Maar vooral doen we leuke dingen hier. Het gaat alleen maar om leuke dingen. Nou, het klinkt erg leuk om te horen. Ik heb hier ook al een beetje rondgekeken en het ziet er veelbelovend uit. En ik kijk even naar deze kant. Ik hoorde dat u dus vrijwilliger bent hier op deze locatie onder andere. Kunt u mij misschien eens vertellen wat u dan zoal doet hier als u hier bent? Als ik hier ben, dan help ik mee met koffie misschien zetten. Ik ga mee naar Malieveld en gewoon hier de hobbyavond. En als u meegaat naar het Malieveld, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is op de Veteranendag in juni, de jaarlijkse Veteranendag. Dan loop ik daar in mijn outfit rond en dan deel ik leuke dingetjes uit aan de veteranen. Nou, dat lijkt me een leuke bezigheid als u zeg maar het Malieveld. Absoluut. En gaat u dan alleen of gaat u samen met mensen? Ik ben dan samen, ik ben met MDKL, met Erik, Marlies en andere vrijwilligers daar. Nou, leuk om te horen. En zo'n middag hier op locatie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wie komen er zoal? Iedereen die hier even aanspraak wil maken, een kopje koffie, een praatje. Mm-hmm. En dan wandel je hier binnen en dan krijg je een kopje koffie, kun je je verhaal doen, je vraag doen. En dan word je geholpen door Erik. Dus het zijn altijd gezellige middagen, klinkt het zo? Ja, zeker weten. Nou, leuk om te horen. En als ik hier nu als vrijwilliger me zou willen aanmelden, kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Je bent meer dan welkom. Wat wij belangrijk vinden aan vrijwilligers is dat ze de dingen doen die ze leuk vinden. Want dingen die je moet doen met tegenzin, dat gaat het niet worden. Mm. Dus ik zou aan jou willen vragen, als je hier vrijwilliger wordt, hè, wat breng jij mee? Wat zou jij leuk vinden en wat zou je in kunnen zetten voor de mensen die hier gebruik van maken? Zo, dan stelt u meteen een lastige vraag in deze middag. Ja, ik heb hier wel eens zo rondgekeken en ja, ik hou wel een beetje van de aanspraak. Ik ben graag onder de mensen, dat is wel iets wat ik belangrijk vind. Dus ik denk dat ik op dat gebied wel op het juiste adres ben hier. Ik denk dat je helemaal past in het team, want daar gaat het over. Verbinding met elkaar en elkaar ondersteunen. Geweldig. Ik zie hier overal ook heel veel boeken staan. Kunt u wat meer vertellen over deze ruimte? Dit is eigenlijk het wat aansluit op die ruimte. Ook een stukje herkenning en erkenning voor de veteranen. Alleen dit is dan de moderne, de mannen die in Irak zijn geweest, Libanon, Afghanistan, noem maar op. En waarom het open en bloot ligt, het meeste is vooral het vooral verboden af te blijven. Voor de jongens is dat herkenning, het is een gevoel. En daarom is het belangrijk dat die spullen gewoon voor hun ja, bereikbaar zijn en aanraakbaar. Dus een stukje toegankelijkheid. Ja. Dus ik moet me eigenlijk voorstellen dat hier voornamelijk oorlogen tentoongesteld zijn van na de Tweede Wereldoorlog. Dit is ook weer vanaf de laatste 30 jaren. Oké, ik zie hier allerlei speltjes, medailles achter iets zijn. Wat voor waarde heeft dit voor de jongens? Ja, de medaille is per veteraan verschillend. De een heeft natuurlijk een heftigere situatie meegemaakt dan de andere. En het is iets wat ze verdiend hebben. En dat verdienen is niet van, nou ja, goed, je hebt je medailletje, have a nice day. Nee, het is die erkenning en waardering voor, hey, bedankt voor je inzet voor Nederland. En voor veteranen is dat, ja... Alsof ze een been moeten missen als een medaille weg is. Dus van grote waarde? Enorm waarde, ja. Terwijl
voor de buitenstaander misschien een stukje metaal met een lintje, leuk. Nee, dit gaat veel verder dan leuk. Ik krijg hier echt het gevoel alsof we echt aan het front staan in deze tent. Ja, dit is inderdaad het herkenningspunt voor iedere veteraan. De vreedschuur, de kadiwagen, het eten. Want waar je ook zit in het veld en wat je ook doet, iedereen komt uiteindelijk toch 3 keer per dag bij die keuken terecht voor zijn boterhammetje, zijn eitjes. En dit is gewoon het herkenningspunt. En iedereen moet natuurlijk ook eten. Jullie hebben dit helemaal gesimuleerd. Zo is ook hoe het echt uitziet in het front? In grote lijnen wel, want kijk, echt simuleren gaat natuurlijk toch niet, want dan mis je ook te veel apparatuur en dat kost wel ruimte en geld. Maar het moet gewoon een impressie geven, een sfeergevoel. En dat geven we op deze manier in die halve boogtent best aardig. Ja, het is toch wel een grote keuken met oven en plaat. Ja, het is voorzien van alle gemakken met oven of benzinebrander of je kunt hem op hout stoken. En uit ervaring weten we, je kunt er waanzinnige pizza's in bakken. Dus ja, hij doet het gewoon super, nog steeds na 50 jaar. Hij doet het nog steeds? Hij doet het nog steeds. En jullie gebruiken hem dus ook nog regelmatig? We gebruiken hem voor grote buitenactiviteiten of gewoon als je eens een keer een weekendje gek wil doen met de mannen. Dan zitten we hier buiten op de parkeerplaats, kampvuurtje aan, barbecuetje, pizzatje bakken. Het leven is mooi. Dus kortom een gezellige sfeer? Ja, belangrijk. Vooral die glimlach is belangrijk. Wauw, wat doen deze mensen dankbaar werk. Al is het denk ik niet echt iets voor mij. Ik ga nog op zoek naar een andere hobby. Heb jij nu misschien een hobby waarvan je denkt, nou, die moet Bob een keer komen uitproberen? Zoek dan even contact met de omroep.